Nou, producten die besteld binnen via internet of telefoon, minor werk in de winkels, al worden. Ja. Wat is jouw reactie daarop? Nou, dat in ieder geval een hele kleine verlichting is natuurlijk in de zeer duistere periode werd een hele grote ondernemers erin werden. Nou, binnen er uiteraard door alle ondernemers hele creatieve oplossingen voor betocht, met name in de vorm van het bezwaringen en het brengen thuis. Ja, door de marskramervak is eigenlijk weer in ere hersteld, zuiver. Maar toch jouwt het ja, op deze gloeiende plaats, ik maar zeggen, een redelijke druppel die weer een ietsjes van afkoeling zorgt. Uiteraard is het nooit voldoende om het leed wat er is om dat op te heffen. Want hoe speelt mij de ondernemers in het centrum? Nou, van zover ik dat mij krijg en belustrie mij, is het zo dat alle ondernemers dus binnen de creatieve mogelijkheden die ze voen hebben om het te brengen, toch redelijk in staat binnen nog ja, wat omzet op niveau te houden. Of ja, net helemaal op niveau, dat is niet goed, maar in ieder geval voldoende om door deze donkere periode heen te komen. Er zijn een aantal winkels in Burgum die haar helaas al de dwang sluit. Wat verwacht je van de komende tijd? Nou ja, wat wij verwachten van de komende tijd is dat de overheid had toch nog onkondige de regels te handhaven nog voor een behoorlijke periode. Vrij maart bloot ook nog de avondklok, de lockdown bloot in stand, de avondklok bloot in stand tot die periode. Nou, mocht er enigszins verlichting wezen, hij misschien kans dat de avondklok opheven wordt naar maart, maar dat de lockdown nog steeds in stand is. Ik voorzie vooralsnog niet een hele snelle verlichting.